de beste zangeres in dat jaar natuurlijk het leven stiert. En als ik daar dan mee mag zingen, dat was eigenlijk wel een droom. Ik ben niet zo'n dromer. Maar ik denk, daar moet ik toch nog eens een keer met zingen. En toen kwam eigenlijk door Jeffrey en zo kwam het eigenlijk te sprake. We gingen naar Manfred Jongenheden in de studio. En het was denk ik één keer aan mij had Jeffrey voor mij geschreven. En dat was eigenlijk, ik zong het eerste stem en Marianne ging mee naar de studio. Ik denk, nou heb ik de kans. Dus zeg, Marianne, probeer jij eens de tweede stem mee te zingen. Nou, oké dan. De tweede stem, maar dat was te hoog. Dus zeg, nou doen we het andersom. Zing jij eerste stem, ga ik proberen tweede stem. Maar nog nooit tweede stem gezongen natuurlijk. Dus Manfred voorzingen. Ja, dat is misschien wel het mooiste levensliedje wat ik ooit gemaakt heb. Ik luister dat ook echt vaak terug in de auto. Denk nog één keer aan mij. Het is gewoon een fantastisch goed levensliedje, ja, vind ik. Nee, ik had Marianne wel eens ontmoet natuurlijk, maar ja, ik denk ja, die gaat echt niet met John de Bever zingen. Maar ja, zij wist natuurlijk wel, dat zei ze wel altijd, dat ik mooie levensliedjes zong. Dus ik denk, nou, in mijn achterhoofd, kwam Jeffrey en toch eens vragen. Ja, dus zo kwam het eigenlijk. En inmiddels een album en zo gemaakt, maar gewoon geweldig. Levensliedjes zing je vanuit je hart. En dat, ja, dat kunnen maar weinig mensen. Dus dat, ja, dat is, ja, is ja. Ik, dat hou ik eigenlijk meer van als feestmuziek. Want, maar ja, het is... Ik ben nou de feestzanger, maar het mooiste levensliedje wat ik ooit gemaakt heb. En ontzettend trots dat ik met haar heb mogen zingen en mag zingen, ja.